ik heb een uitnodiging gehad van de Meerkelijn, omdat we al 25 jaar bestond en dat ik oud werknemer was, heb ik een uitnodiging gehad om een diner aangeboden op Rotterdam, die in Rotterdam was. En daar heb ik ook een drinkingsbord gekregen. En hier ben ik dan onderweg om naar Rotterdam te gaan, om te gaan dineren. En dan kom ik aan en doe ik eerst de boot leggen en dan moet ik aan boord. Maar ja, dan kan nog veel flexibele tijd te bekijken, maar ik kwam niet zomaar aan boord. Je moet je kaart laten zien, je moet je paspoort bij je hebben. Ja, om bejaardenpas, maar je moet in ieder geval een paspoort hebben, anders mogen niet aan boord. Maar wat kwam er nou? Het is als zo dat alle passagiers die aan boord van een schip gaan, van een passagiersschip, die naar buitenland gaat, is hij verplicht een paspoort bij je te hebben. Hier zit me dan in de minikade. En dat is de Rotterdam. Dit heb ik allemaal zelf opgenomen. Wat ik er net zag niet. Dit heb ik allemaal zelf opgenomen. En dit was een klok. Dat was een wereldklok. Daar gaan we al de tijden van heel de wereld zetten op die klok. En naar luxe is niet te beschrijven, wat een luxe. Wat een Rijdlandse gewoon. De eerste gokafdeling, waar de Rotterdamer ook van rijk kan worden. Hier wordt gegokt. Chinese afdeling, alle apparatuur hier staat er allemaal Chinese, echt een Chinese machine afkomstig, allemaal machine gekocht. Dat is ook de Chinese afdeling, zo is dat zeggen. Alles wat machine te maken heb zie je hier. Hier zien we de salons, de diner salon. Ik heb het op plezier heb ik geweest. Ja, dan proef je ook weer een beetje het gewone en dan de oorzaak ook de bemanning weer. Hier in het zwembad, waar ik mij een keer schoongemaakt heb bij de zaterdag. Anders hier had ik niet meer verder gaan. Maar de hoofdmeester was zeer tevreden over. Maar ja, je moet papier hebben als het mogelijk dat niet keer. Hier wordt de kamer ook een hele andere open. En de schipper. Je ziet dat door eiland. En de skyline in Rotterdam zie je dan. Een stuk. Ik probeer straks wel in de machinekamer terecht te komen. Rotterdam is een mooie stad geworden. Mooi is dat, een oud machinist die daar staat. Hij vond het schip niet mooi. De oude schepen waren heel anders. Het schip straalt geen lijn uit. Het schip is alleen maar heel goed. Het doel voor de passagiers mooi te hebben en mooi. De uitlijn is anders. Hier met Dijkzicht. Zien we dat weer dat schip dat van de Voortingkundig Museum. De Euromast weer. En hier ben ik dan op het bordek. Op mijn
wel gekeken wat het voorwerp dat was. Dus ik had het schoonhouden, onderhouden, en alles boven waar ik pas die van gespeeld heb op de sportdeel weggemaakt. Zo gaan we best. Maar dat was het. Het is een beetje zo. Hier we zien we de Euromeister. En dat gebouw dat erbij zien, dat kan heel goed tegen. Het gebouw dat alweer gaat gebeuren. Hier wordt het schip opgeladen met olie. Het groot olie. Hier ben ik weer aan boord van het schip. Dan gaan we naar binnen toe en hier de kinderafdeling. Kijk wat de luxe. Die goede wachten, dat zijn mensen die komen uit Vlissingen. Die hebben daar het gitaar opleidingsschool. En die kwam voor zorg te nemen hoe het schip eruit zag. Ik heb ook uitnodiging gehad. Zwembad. Daar kwam ik op de commandobrug en op die dag stond er behoorlijk wat storm en wat gebeurde, ik moest een speciaal lijn aanleggen, anders ging het schip van de kant af. Dit is de Marco Polo, ook een van de schepen, nieuwe schepen van de Speedo, niet op het putdek. Dit is Zwaan, of beter gezegd, een rasje, een mes, rug. Maar de Zwaan is de Rotterdam.